Hey, hey, ik ben Ilona van Be Ilona en ik ben heel blij dat jij naar mijn video kijkt. Mijn hele gezicht is gedaan. Ik heb poeder, blush, lipstick, mascara, eyeshadow, alles op. Maar er mankeert nog één ding. En dat is namelijk de highlighter. Welkom bij Battle of the Highlighters. Zoals ik al zei, is deze video dus echt een battle of the highlighters. Ik heb 3 highlighters die ik ga vergelijken in deze video. Ik heb er eentje van Yves Saint Laurent, eentje van Dior en eentje van MAC. Ik ga beginnen met die van Yves Saint Laurent. Het is ook de eerste keer dat ik al deze highlighters ga gebruiken. Dit is de Glow Shot Highlighter. Ik ga hem even uit de verpakking halen. Volgens het doosje kan je dit op verschillende wijzen gebruiken. Je kan hem on top doen, dus over je foundation, zoals je de meeste highlighters gaat gebruiken. Doordat deze vloeibaar is, kan je hem ook met je foundation gaan vermengen. Of je kan hem ook op het hele gezicht aanbrengen wanneer je geen foundation aan hebt om gewoon de glowy look te krijgen. Het is met zo'n applicatortje. En als je duwt, there comes the highlight. Deze ga ik op mijn neus aanbrengen. En een beetje op mijn voorhoofd. Zo is dat natuurlijk blinky blink genoeg, maar wat gaat hij geven als je hem inwerkt? Hij ruikt heel lekker. Oh my god. Voelt oké aan, een beetje plakkerig doordat hij vloeibaar is, maar ik denk dat hij nog wel gaat opdrogen. Maar qua highlight vind ik wel dat hij een heel mooi resultaat geeft. Als je ziet, mijn neuspuntje is echt super goed gehighlight. Vind ik echt wel, ja, top. Dan, de volgende highlight die ik heb klaar liggen, is er eentje van Dior. Namelijk de Dior Skin Nude Air Luminizer. Dat is een hele mond vol. Als ik hem zo zie, vind ik hem echt wel super mooi. Deze ga ik aanbrengen aan deze kant van mijn gezicht, met het kwastje dat erbij zit, om dit ook eens te testen. Als je er echt in wrijft, je ziet het echt niet op het kwastje. Doe het gewoon op je gelaat. En je ziet, er zat toch poeder in. Dus als je deze ook zou kopen, niet blijven gaan totdat je het op het borsteltje ziet. Er zit wel degelijk product op het borsteltje. Deze vind ik ook best wel heel mooi. Ja, heeft een heel mooie natural glow, heb ik het gevoel, op mijn gelaat. Dan heb ik er natuurlijk nog eentje om uit te proberen. En dat is de Skin Finish MAC Mineralize Powder. In de kleur Light Paint. Als je deze kleurtje ziet, mannen, echt waar. Zo'n gemarmerde highlight. Geeft best wel veel af ook. En ik ga hem eens proberen aan de andere kant van mijn gezicht. Ook heel natuurlijk heb ik het gevoel. Ja. Oh, een favoriet kiezen. Als ik echt een favoriet moet kiezen omdat mijn leven ervan afhangt, kies ik voor de Luminizer van Dior. Omdat deze echt wel een hele mooie glow geeft. En ik denk zelf als je die nog rijkelijker aanbrengt, dat je echt een vavavoom effect kan hebben. Wat ik top vind als highlighter freak. De Glow Shot van Yves Saint Laurent voelt helemaal niet meer plakkerig aan. Maar persoonlijk zou ik hem toch niet op mijn jukbeenderen willen aanbrengen. Want hij voelt iets anders aan dan een poeder. En ik weet niet of ik dat ga kunnen verdragen, want dat is voor iedereen persoonlijk. Dus voor mij is hij top voor de neus, het voorhoofd en onder de wenkbrauwen. En die van MAC, die zou ik vooral gebruiken als ik echt een naturelle look wil. Maar eigenlijk vind ik ze allemaal gewoon leuk. Dit was dan de battle of the highlighters. Een echte battle is niet geworden, maar ja, als highlight freak kun je ook gewoon niet kiezen. Heb jij één favoriet van deze 3 highlighters die ik je heb getoond? Laat het mij zeker weten in de comments beneden. Vond je het fijn om naar te kijken? Geef ook zeker een duimpje omhoog. En je weet het, vergeet niet om te abonneren als je altijd op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's. Adios mijn beauties, tot binnenkort.